Hoi, ik ben Rogier, Rogier Willems, portretschilder. En ik dacht, in deze barre tijden moet je de kinderen toch van de straat houden. Of juist niet. En ik heb een paar ideetjes om je toch creatief te kunnen uiten. Misschien heb je daar wel behoefte aan in deze tijd. En heb je maar geen idee, wat moet ik tekenen dan? Ik heb een paar ideetjes. Luistert. En luister goed, want ik vertel het maar één keer. Mooi zo. Je moet voor de lol eens opzoeken op Google. Het woord boekverluchting. Ja, heel raar woord, boekverluchting. Je hoort het goed. Google het, boekverluchting. Eén woord. En dan zie je een heleboel plaatjes van bijbels. Dan denk je, moet ik nou met een bijbel? Niks natuurlijk. Tenzij je die plaatjes mooi vindt. En die boekverluchtingen, dat zijn tekeningen die gemaakt zijn voor bijbels. En het zijn voornamelijk versierde teksten. Dus het is zowel tekst als beeld. Kijk, die mensen vonden de Bijbel een belangrijk boek in die tijd dat ze getekend werden. Dus ze hadden dus ook heel veel moeite wilden ze doen om die teksten zo mooi mogelijk te illustreren, van tekeningetjes te voorzien. Je ziet heel mooi hoe mooie teksten overlopen in mooie tekeningetjes. Heel complex, heel gepriegel, heel fijntjes, schitterend. Koraans hebben dat ook, tot een bepaalde tijd. Maar een combinatie is van tekst en tekening. En die teksten zijn, nou wat ik al zei, die zijn waardevol voor de mensen die die boeken maakten. Dus hadden ze ook heel veel behoefte om die teksten prachtig te illustreren. Dat kan je ook doen. Ik heb een paar voorbeeldjes gemaakt door leerlingen waar ik vroeger les gaf van het Hoge Land College. Heel leuk school. Alleen die waren niet zo heel erg verbaal. In de zin van dat de teksten kwamen dat bekaaid af. Maar die hadden heel goed door hoe ze dit goed moesten doen. Maar kijk, je begint met een A4'tje. Of ietsje groter, lekker stevig papier. En dan maak je een soort lijstje, teken je erin. Waardoor je een kantlijn krijgt die je wit laat. Ongeveer zoiets. Nogmaals, qua tekst gebeurt niet zoveel, maar het is mooi gedaan. Mooi van kleur. Kan je het zien? Het is een iets ongezelligere, maar prachtig geïllustreerd. Kijk nou eens wat prachtig. Open your mind before your mouth. Denk daar maar eens over na. Heel mooi versierd. Houd deze kantlijn wit. Dat maakt dat wat overzichtelijker. En dit is gewoon ja, de breedte van een lineaaltje. Je hoeft niks te meten. Nog een voorbeeldje. Wauw. Het is ook een hele mooie. Het is een combinatie van stift. De buitenkant en de binnenkant met kleurpotlood. Top gedaan. Heel mooi effect krijg je daardoor. Je kan alle kanten mee op. En het leuke is, je kan het over iets laten gaan wat je aan het hart is, wat je dierbaar is. Ja, het kan je huisdier zijn, het kan je moeder zijn, het kan wat ik wil zijn, het kan corona zijn. Iets waar je wat bij voelt. Anders is het niet leuk. En alleen als je wat bij voelt, kan je de moeite nemen, of heb je zin om de moeite te nemen, om het heel priegelig te illustreren. Kijk maar eens goed naar het woord boekverluchting op Google. Dan zie je heel goed wat ik bedoel en dan zie je hoe fijntjes dat getekend is. Priegel, 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 uren en uren. Hoe meer je priegelt, hoe mooier het wordt. En zorg dat die teksten mooi in de tekeningen overlopen. Wat je ook vaak ziet zijn beginletters, die als een soort dikke chocoladeletter heel bont versierd zijn. Werkt ook goed als eyecatcher. Als je dat een papiertje voor je ziet, dan kijk je eerst naar die letter. Van daaruit ga je die tekening bekijken. Nou, ik zou het doen met kleurpotlood of met viltstift. Of een combinatie ervan is nog beter. Maar schets het maar gewoon eerst met een potloodje. Dus met een lineaaltje zet je zo'n stramintje op, zo'n lijstje. En daarin kan je gaan freaken. Kijk op Google, kijk dit filmpje nog 10 keer. En ik wens je veel plezier.